je wordt als mens niet opgebouwd, maar je krijgt wel een paar stenen mee. En kijk maar. Het woord laboratorium, wat zij zelf ook gebruiken, dat het gewoon een onderzoeksplek is waar je gewoon van alles kan proberen. Waar eigenlijk niks kapot kan gaan. Zegt die. Nee, als die bacterie weg is, dan is het eigenlijk goed. Ja. 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 Komen ze alleen 's ochtends of ook 's avonds? Rond 10 uur. Oh ja. 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 En dat is dan het laatste. De cursus is bedoeld voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores. Om te zorgen dat zij betere beroepsbeoefenaren worden. Dus dat ze meer instrumenten tot hun beschikking krijgen. En dat ze ontspannender hun werk kunnen doen. En ook dat ze meer toegang hebben tot hun eigen spiritualiteit. Voor mij is het heel vlug gegaan. Ja. Er zijn verschillende dingen die specifiek zijn voor onze training hier in Nijmegen. Het ene is natuurlijk dat wij de mogelijkheid van een klinische stage hebben. Een ander bijzonder ding van de KPV in Nijmegen is dat wij hier echt ingebed zijn in de academische setting van de universiteit. We werken veel samen met de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschap. In de KPV zijn ook altijd docenten van die faculteit. Dat is het bijzondere van deze training, dat we heel direct op de praktijk van nu zitten. Niet alleen op de pastorale praktijk, maar ook op de onderzoekspraktijk. Voordat je aan de KPV begint, moet je verschillende leerdoelen aangeven. En ik heb mij voornamelijk gericht op de gespreksvoering. Ook over mijn positiebepaling als geestelijk verzorger. En de liturgie. En eigenlijk kan ik zeggen dat al die drie doelen, dat ik daar heel hard aan heb gewerkt tijdens de KPV. En dat er ook zijn vruchten begint af te werpen in mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om stil te zijn. Ik was heel erg bang als het gesprek stil viel, dat ik dan het gesprek weer op gang moest brengen. En ik heb hier geleerd dat stilte ook een gesprek is. Ik heb geleerd door de KPV om me vrijer in mijn werk te bewegen. Meer een vis in het water. Natuurlijk krijg je in je opleiding tot predikant een aantal gesprekstechnieken mee. En het is heel fijn om te merken door zo'n KPV dat er ook nog andere technieken mogelijk zijn. En het is fantastisch om daarmee te oefenen. Vooral op het gebied van communicatie, veel geleerd in de KPV-training. Om mijn eigen dingen beter naar voren te brengen en ook zeker om gesprekken beter te voeren. En bijvoorbeeld heb ik geleerd om meer ruimte te bieden in het gesprek. Minder het idee te hebben dat ik zelf met heel veel moet komen. En ook beter te reageren op wat er naar voren wordt gebracht. Nou, wat ik heel mooi heb gevonden om zo'n groep mee te maken, hoe zo'n groep toch een soort open communicatie kan krijgen. Dat iedereen toch heel eerlijk en heel open met elkaar spreekt en hoe je dingen goed naar voren kunt brengen en de vertrouwdheid die er dan komt. Voor je houdt, 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 voor je houdt. De onderlinge interactie is heel belangrijk. Je doet het als groep. De supervisor begeleidt, maar die zegt niet wat wij moeten doen. Het gebeurt met elkaar en onder elkaar en ook voor elkaar. Heb je dit zelf gemaakt misschien? Het gaat er natuurlijk vooral om, wat hebben degenen die begeleid worden door deze mensen, wat hebben die eraan? Drie krijgen een betere pastor terug na de KPV. Professioneler, ontspannender. Ja, een voorbeeld is bij een uitvaart niet zo lang geleden dat ik een spanning voelde in de familie om hoe er met de uitvaart zou moeten worden omgegaan. Voor de KPV zou ik dat niet benoemd hebben, die spanning. Nu voelde ik me vrij om dat aan de orde te stellen en zodat we er samen naar konden kijken en er samen mee konden omgaan. Voor je houdt, 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 voor je voor je houdt, 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 voor je houdt. Er is heel veel gezaaid
En je begint langzaam te oogsten. Maar ik denk dat die oogst nog jaren door zal gaan. En ik heb er het volste vertrouwen in, ook al omdat ik nu al merk, dat het zaad al de komende jaren gaat ontkiemen en bloeien. Mits ik ermee aan het werk ga. Iedere predikant, pastor die zijn vak wil verdiepen, zou ik aanraden om KPV te gaan doen. Omdat ik denk dat je er een betere pastor van wordt.